Hallo, ik ben Lucien Lecarm en ik sta hier voor Esvedra, de derde magnetische plek rots op aarde, op Ibiza. Ik woon hier tegenover en ik ben mede door de energie van die rots, de hoge vibratie, geïnspireerd om dit boek te schrijven, Krachtplek. Het gaat ook over Ibiza. En eigenlijk de hoofdpersoon in dit boek, Oliver, is net zo'n beetje als ik, een beetje toch gevlucht uit Nederland. Beperkende conventies, angst, haat, populisme, dreigende aanslagen, nou ja, weet je, het ziet allemaal niet zo best uit. En ik ben hier terechtgekomen op het eiland van de vrijheid. Laten we eerlijk zijn, Trump is net gekozen. In dit boek, wat in 2021 speelt, is Wilders al 5 jaar aan de macht. Trump is inmiddels herkozen. We hebben een grote klimaatverandering, er is een grote droogte op aarde. En we stevenen af, misschien wel op een derde wereldoorlog. Nou ja, het ziet allemaal niet zo goed uit. De hoofdpersoon in het boek Oliver, zijn leven krijgt nog een dramatische wending als hij wordt uitgenodigd voor een walkabout in Australië, in de woestijn, door de Aboriginals. Daar ontmoet hij ook zijn droomvrouw. Maar aan het eind van die walkabout krijgt hij een mysterieus schilderij van een oude leider. Achterop dat schilderij staan codes. En hij komt er al snel achter dat die codes heel erg van belang zijn voor het oplossen van een paar grote problemen in de wereld. Onder andere die droogte. Ja, hij moet een bestemming vinden voor dat schilderij aan de hand van het oplossen van die codes. Dan komt hij terug op Ibiza. Dan wordt hij ook nog eens achtervolgd door een geheime organisatie die dat schilderij ook wil hebben. Dus zal hij zijn missie volbrengen en uiteindelijk ook weer herenigd worden met zijn grote liefde. Nou, dat ga je lezen in dit boek, Krachtplek. En met dit boek wil ik een beetje mijn steentje bijdragen aan ja, laten we zeggen, het bewustzijnsniveau verhogen van de mensheid. Dat we uit die schaduw stappen van verdeeldheid, angst, haatzaaierij. En dat we onze volle potentie meer en meer gaan ontdekken in liefde en licht. En vooral verbondenheid met de aarde en respect voor de aarde waar wij allemaal vandaan komen. Want willen we een wereld creëren waarin we over 5 jaar allemaal naar Ibiza willen. Want Nostradamus heeft voorspeld dat het dan zo'n beetje afgelopen is. En Ibiza een van de weinige plekken op aarde is die dan zal overleven. Of stappen we uit onze schaduw en creëren we met behulp van een nieuw bewustzijn veel meer verbondenheid en eenheid in de wereld. Nou, ga het lezen in dit boek, Krachtplek. Het is in december in Nederland te krijgen, voor de kerst. En in het voorjaar van 2017 in het Engels wereldwijd. Kijk voor meer informatie op www.ibizapowerspot.com. Dankjewel.